Dit is mijn uitzicht vanuit de kamer. En jullie kunnen het zien. Ik ben gearriveerd in Mekka. En daar is Masjid al-Haram, zoals jullie kunnen zien. De omgeving van Masjid al-Haram. Dus een enorm mooi uitzicht. Ik heb heel veel uitzichten in mijn leven gehad. Maar dit is de mooiste die ik ooit heb gehad. Het is werkelijk waar prachtig. De hele dag uitkijken op de moslims die massaal naar de moskee gaan. En daar zie ik verderop de mensen die tawaf doen. En ik begin mijn vlog ook gelijk hier, want vanuit deze plek zijn er een aantal mooie plekken die te zien zijn. Dus daar natuurlijk zien jullie Masjid al-Haram en de Kaaba, de minaretten, de masjid. En aan deze kant, even kijken, deze. Jullie zien daar verderop een berg. Ik zal hem even met mijn... Hier, ja, dat is hem daar. Dat is namelijk de berg van Noor, Jebel Noor. Dat is de berg waar de profeet alayhi salam zijn eerste openbaring kreeg. De berg waar hij Jibril alayhi salam ontmoette. En hij de eerste woorden kreeg van Allah azza wa jalla, namelijk Iqra, ja, Mohammed, lees o Mohammed, Iqra. En dus daar vond de eerste openbaring plaats. Dus dat is een berg die we vanuit hier kunnen zien. En er is ook nog een andere berg, dat is deze. Die kennen heel veel mensen, die kennen die niet. Dat is, hier is, het is niet een hele grote berg, maar je ziet het eigenlijk een beetje, dat eigenlijk. Dat is namelijk Jebel Abu Qubais. Jebel Abu Qubais is tegenwoordig, als jullie kunnen zien, jullie zien daar dat gebouw eigenlijk. Dat is nu een paleis, of dat gebouw, ja dit. Dat is een paleis van de Saoedische koning op dit moment. Dus dat is een koninklijk paleis. Maar op die berg stond ooit, stonden moskeeën. Het was een hele belangrijke berg in de geschiedenis. Het was ook de berg waarvan wordt gezegd dat nadat de aarde werd overspoeld door water ten tijde van de profeet Nuh alayhi salam, dat toen Jibril alayhi salam de Kaaba daar wegnam en het plaatste, of de zwarte steen, sorry, de Hajar al-Aswad, en het plaatste daarbij Jebel Abu Qubais. En later, toen Ibrahim alayhi salam de Kaaba bouwde, of herbouwde eigenlijk, liet Jibril alayhi salam hem de steen zien die daar dus lag. En die werd vervolgens daar naartoe gebracht, waar hij werd geplaatst in de Kaaba. Toen het werd gebouwd door Ibrahim alayhi salam en door zijn zoon Ismail alayhi salam. Dus het is een mooi begin hier. Dus de komende dagen, inshallah ta'ala, neem ik jullie mee door Mekka en een aantal historische plaatsen hier en Medina. En gaan we inshallah ta'ala weer een leerzame video maken. Salam. Ik heb mijn eerste umra inmiddels afgerond. En ik ben hier naartoe gekomen. Dit is een plek ongeveer 8 kilometer vanaf Masjid al-Haram. En deze moskee hier, dit is Masjid Aisha. Vernoemd naar onze moeder, Umm al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha. Waarom ben ik hier? Jullie zien hier allemaal mensen met ihram. Ik ben hier namelijk voor mijn tweede umra. Het is namelijk zo dat meerdere geleerden hebben het toegestaan dat iemand de umra kan doen namens een andere persoon. Dus heb jij bijvoorbeeld een familielid die niet in staat is door ziekte of andere omstandigheden, of iemand die al overleden is, dan kan jij voor deze persoon de umra doen en zal inshallah ta'ala de beloning daarvan terechtkomen bij deze persoon. En dat is wat ik hier vandaag ga doen. Ik ben namelijk hier naartoe gekomen om een tweede umra te doen voor een overledene familielid van mij, mogen Allah hem genadig zijn. Ik ben hier naartoe gekomen omdat dit de plek is van waaruit ik dit kan doen. Dit is namelijk de moskee die vernoemd is naar onze moeder Aisha radiyallahu anha. En deze moskee is een van de vertrekpunten voor de mensen die de umra willen doen. En zo'n vertrekpunt wordt een miqat genoemd. Er zijn meerdere miqat. En een miqat is dus een plek van waaruit iemand vertrekt in de status van ihram. En de dichtstbijzijnde miqat richting Masjid al-Haram, dat is deze. Dat is Masjid Aisha. En die is vernoemd naar onze moeder Aisha radiyallahu anha. Omdat zij vanaf deze plek de umra heeft gedaan. Toen de profeet alayhi salam de afscheidsbedevaart deed, was zij aanwezig. Alleen, zij kwam in haar menstruatieperiode terecht en kon zij de tawaf niet doen. En uiteindelijk, toen zij vertrokken, toen zij hier terecht kwamen, toen zei de moeder van de moslims, Umm al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha, die zei tegen de profeet, alayhi salam, zei, ja Rasulallah, ik wil heel graag ook de umra doen, want de mensen hebben de hajj en de umra gedaan, en ik heb enkel de umra gedaan, dus ik wil graag ook de umra doen. En toen heeft de profeet alayhissalam tegen haar gezegd van, ga met jouw broer Abdurrahman, vertrek met hem vanaf deze plek in de status van ihram richting Mekka,
of Masjid al-Haram, waar jij vervolgens de Umra alsnog kan doen samen met Abdurrahman. Dus dit is de moskee vernoemd naar onze moeder Aisha radiallahu anha, omdat zij vanaf deze plek dus de Umra heeft gedaan en in een status van ihram vanaf hier is vertrokken. En wat ik hier eigenlijk ga doen, ik kom hier naartoe, net als alle andere mensen die jullie hier zien, om dus mijn ihram en mijn intentie opnieuw aan te doen. Voor een vrouw is een ihram niet nodig, zij kan enkel haar intentie doen. En het is een aanbevolen zaak om hier twee raka'at te bidden en vervolgens vertrekken wij voor de tweede Umra. Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masjid Aisha, daar zien jullie Masjid Aisha, dat is de plek waar wij zojuist onze ihram hebben aangedaan. La sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika. Alhamdulillah, ik ben inmiddels aangekomen in de moskee Masjid al-Haram. Poort nummer 3. Poort nummer 3 is de poort die bedoeld is voor de mensen die Umra komen doen. Dus er staat ook altijd bewaking. Er wordt gecontroleerd of de mannen een ihram aan hebben. De vrouwen worden niet gecontroleerd. Omdat een vrouw natuurlijk niet te controleren is, omdat een vrouw geen ihram heeft. Maar de man komt enkel binnen wanneer de man de ihram aan heeft. We lopen nu naar de mataf. De mataf is het gedeelte van de moskee waar de Kaaba staat. Dus de talbiyah voor de mannen dient gedaan te worden. En we lopen naar beneden totdat wij de Kaaba kunnen zien. Dan stoppen wij met de talbiyah. En dit is het mooiste moment altijd voor de mensen die voor het eerst hier zijn. Want nu sta je oog in oog met de Kaaba. Het duurt nog een aantal seconden. En dan zul je de Kaaba zien. En dit is altijd het mooiste en het meest emotionele moment voor mensen. Want de Kaaba is natuurlijk iets waar we altijd naar verlangd hebben. Ons hele leven. En nu sta je oog in oog met het huis van Allah Azza wa Jal. De plekken waar wij altijd naartoe hebben gebeden. Wij zien de Kaaba. Ik zie nu de Kaaba. Dus nu stopt ook de talbiyah. En wij lopen nu via Bab al-Fatah. Er wordt gezegd dat dit de plek is van waar de profeet alayhi salam Mekka binnenkwam tijdens Fatah Mekka. Dus wij lopen nu richting de mataf. Dat is het gedeelte waar men de tawaf kan doen. Ik ben hier, zoals jullie kunnen zien, is het best wel rustig. In vergelijking met andere momenten van de dag. Want ik ben gekomen tijdens Salat al-Dohr. En Dohr is heel erg warm. De zon is heel fel. Dus heel veel mensen doen tijdens Dohr en al-Asr doen zij geen Umra. Zij wachten namelijk tot al-Maghrib en daarna. Dus tussen al-Maghrib en al-Fajr is het heel druk. Want dan is de zon wat minder sterk. En doen de meeste mensen de Umra. Dus als je een redelijk rustige moment wil hebben. Dan is dit het moment. Nou, daar zien jullie de groene licht. Dat is de licht van waaruit men start voor de tawaf. Want de groene licht is het startpunt en is een indicatie dat je staat bij de Hajar al-Aswad die daar is. Dus het groene licht is een hulpmiddel die jou vertelt dat jij daar begint voor de tawaf, die dus bestaat uit 7 rondjes. Er zijn andere herkenningspunten. De Kaaba is omcirkeld door minaretten. En er is maar één plek waar één minaret is, dat is deze. En dat is een indicatie dat je staat bij de Hajar al-Aswad, want de andere plekken zijn 2 minaretten zoals je kan zien. Dus 2 minaretten. De ene minaret is dus richting de Hajar al-Aswad, de zwarte steen. Vanaf daar beginnen wij met de tawaf. Dus alhamdulillah, het is redelijk rustig op dit moment. Dus we gaan nu samen met de moslims, gaan wij nu de tawaf doen. Wij wijzen symbolisch naar de zwarte steen, want die kan je heel moeilijk aanraken door de drukte. Dus wij wijzen er naartoe en zeggen dan Bismillah, Allahu Akbar en beginnen dan met de tawaf. Het is heel lastig, het is natuurlijk sunnah om de steen aan te raken, maar het is heel lastig door alle drukte. Dus je doet het vaak symbolisch door er naartoe te wijzen met je hand.
Dit is Maqam Ibrahim. Dit is de plek waarvan wordt gezegd dat Ibrahim alayhi salam hier heeft gestaan. Er is ook een footprint zoals jullie kunnen zien. En hier zou Ibrahim alayhi salam zijn voeten hebben gedaan tijdens het herbouwen van de Kaaba samen met Ismail alayhi salam. En Maqam Ibrahim is tevens ook de plek waar je naartoe gaat als je klaar bent met de rondjes, de tawaf, want je bidt dan 2 raka'at achter de Maqam Ibrahim. Zoals jullie kunnen zien, dit gedeelte hier waar ik nu naartoe wijs, dat is de Hijr Ismail. Dit was vroeger onderdeel van de Kaaba, want de Kaaba, de vorm die het vandaag de dag heeft, was vroeger anders. Vroeger was de Kaaba vierkantvormig, niet een kubus zoals jullie dat vandaag de dag kunnen zien. De Kaaba bestond uit een ander vorm en het is later herbouwd. Maar het gedeelte waar ik nu naartoe wijs, dit is Hijr Ismail en dit is onderdeel van de originele Kaaba. De profeet a.s. wou de Kaaba herbouwen naar de traditie van Ibrahim en Ismail a.s. Maar hij zei dat de Quraysh in die tijd het niet zouden begrijpen of niet zouden kunnen bevatten als hij de Kaaba zou herbouwen. En uiteindelijk heeft hij het zo gelaten. Later heeft Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu, die heeft toen de Kaaba herbouwd naar de traditie van Ibrahim a.s. dus in haar originele vorm. En daarna toen Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu werd gedood door al-Hajjaj ibn Yusuf tijdens de oorlog die daarna ontstond, werd de Kaaba weer hersteld naar de oude status. En men heeft de Kaaba eigenlijk een aantal keer herbouwd en verbouwd, totdat uiteindelijk imam Malik rahimahullah, de grote imam, die zei van tegen de khulafa, laat het zoals het is en herbouw het niet. Want ik ben bang dat de Kaaba een speeltje wordt in de handen van leiders die het herbouwen en weer terugzetten en weer herbouwen. Dus zo bleef het. Ik wil jullie nog één ding laten zien over hoe moeilijk het is hier voor de ordediensten om hier zaken op orde te stellen. Sjoef. Het is enorm lastig voor de ordediensten hier om de menigte onder controle te houden. Er zijn, zoals jullie kunnen zien daar, is inmiddels al gezegd van het gebed gaat zo dadelijk beginnen, want Salat Dohr gaat zo dadelijk beginnen. Dus er is gezegd tegen de vrouwen dat zij naar achter moeten, omdat de eerste rijen die worden gevormd door de mannen. Maar toch zie je dat mensen constant door de rijen lopen en rennen en zich er doorheen wurmen om vervolgens de Kaaba te kunnen aanraken. Dus er is vaak heel veel kritiek over de ordediensten hier, dat ze hard zijn of dat ze soms misschien arrogant zijn of op een bepaalde manier spreken tegen de mensen. Maar je moet het werk van die mensen zien om te begrijpen waarom ze soms zo reageren zoals ze soms reageren. En naar mijn ervaring zijn dit mensen die heel nobel zijn, die nobel werk doen en enorm veel geduld hebben. Want nogmaals, het is echt enorm moeilijk met deze mensen. Jullie zien hier ook een vrouw weer die dwars door de rijen rent om de Kaaba te willen aanraken ten alle kosten. En soms zie je zelfs dat regels die Allah Azza wa Jalla heeft opgesteld, dat die gewoon met de voeten worden getreden bij de Kaaba, omdat men zo graag de Kaaba of de zwarte steen wilt aanraken. Ayyadallah.
Alhamdulillah, ik heb zojuist de tawaf afgerond en daarna de twee raka'at gebeden achter maqam Ibrahim. Daarna wat zumzumwater gedronken, want dit is de sunnah van onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam. En nu ben ik beland bij de heuvel van Safa voor de sa'i. Want de volgende stap in de umrah, dat is de ene laatste stap tevens, dat is het 7 keer heen en weer lopen tussen de heuvels van Safa en Marwa. En die begint dan altijd bij de heuvel van Safa, dat is deze heuvel, onder het groene licht. Dit is namelijk de heuvel die bekend is onder onze traditie als zijnde de heuvel waar onze moeder Hajar alayhi salam, toen zij water zocht voor haar zoon Ismail alayhi salam, stond zij op deze heuvel en zij keek uit over de vallei op zoek naar water. En toen zij niks zag, rende zij naar de andere kant, naar een andere heuvel genaamd Marwa. En daar ook klom zij op de heuvel om te zoeken naar water. En deze 7 keer heen en weer tussen Safa en Marwa, dat is hetgeen wat we nu gaan doen. De traditie dus van onze moeder Hajar alayha salam, die dit dus deed op zoek naar water, toen zij dus water zocht voor haar zoon Ismail alayhi salam. Dus dit wordt de sa'i genoemd en dit is dus een van de rituelen van de umrah. Het lopen tussen Safa en Marwa, dat is best wel pittig. Het is namelijk 7 keer heen en weer. Dus je begint ook met van Safa naar Marwa is 1, van Marwa naar Safa is 2, van Safa weer naar Marwa is 3. En zo tel je dus. Dus het is niet van Safa, Marwa, Marwa, Safa 1, want dan ga je 14 keer heen en weer lopen. Dus je moet goed tellen, het is dus van de ene naar de andere plek. De deur die jullie hier zien is ooit een belangrijke huis geweest, want de moskee van Mekka is natuurlijk door de jaren heen enorm uitgebreid. Achter deze deuren hier bevond zich het huis van Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Dat is een metgezel van de profeet alayhi salam. Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam was degene die op jonge leeftijd zijn huis beschikbaar stelde aan de profeet alayhi salam om daaruit da'wa te doen. Dus die eerste jaren waarin de boodschap van de profeet alayhi salam heimelijk werd verkondigd in besloten kring, dat werd gedaan vanuit het huis van Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. En hier dus achter deze deuren stond het huis van Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Omdat de moskee natuurlijk enorm is uitgebreid, staat het originele huis niet meer. Die deuren markeren eigenlijk de plek waar het huis ooit heeft gestaan. Jullie zien hier de groene lichten. Vanaf hier gaan wij hardlopen. Dat is voor de mannen. Dus we beginnen hier met hardlopen. Je mag rennen of hardlopen zoals jullie zien. Dus we gaan hardlopen. Want dit is de sunnah van de profeet alayhissalam. En ook Hajar die deed dit. Dus dit is echt specifiek voor de mannen. De vrouwen hoeven dit niet te doen. Die lopen gewoon normaal. Maar de mannen, voor hun is het dus een sunnah om tussen de groene lampen hard te lopen. Nou, alhamdulillah. We hebben het gered. Dus hier eindigt ook de sunnah van het hard lopen. Nou, ik ga nog even wat zumzumwater drinken. Over zumzum zei de profeet alayhi salatu wassalam, het beste water op aarde is het water van zumzum. Het water wat ontstond toen Hajar alayhi salam toen zij met haar lichaam, toen zij bezig was met water zoeken, toen ontstond er een bron door een van de engelen. En die bron, subhanallah, tot de dag van vandaag geeft die bron water. En dat is de bron van Zimzim. Dus wat water drinken. En de profeet Alisam zei ook over Zimzim, het is een genezing voor alle ziektes. Dus als jij een intentie hebt om bijvoorbeeld een ziekte te genezen middels het drinken van Zimzim, als dat de intentie is, dan kan Zimzim een middel zijn bij Iznillah om een bepaalde ziekte van jou te krijgen. Barakallahu ik zeg, barakallahu fik. Inshallah, mocht Allah deze broeder belonen, hij heeft mij water gegeven. Zo gaan we drinken, inshallah. De sunnah van drinken is in principe zittend. Ik ben nu even niet in staat om te zitten, dus ik ga het gewoon zo drinken. Alhamdulillah. Het water van Zimzim, subhanallah, is zo licht op de maag dat je een hele liter weg kan werken in één keer en het heeft geen effect, subhanallah, bij mij dan. Het is echt heel goed water, mashallah. Beste water op aarde, zoals de profeet alayhissalam heeft gezegd. Ik zie jullie bij Marwa. Alhamdulillah, ik heb mijn sa'i bijna voltooid. Dit is nummer 7, dus ik loop nu vanaf Safa naar Marwa. En daar eindig ik ook, want Marwa is altijd het eindstation tijdens de sa'i. Alhamdulillah, ik loop nu naar de heuvel van Marwa. Die wil ik jullie ook nog even laten zien.
Het is een grote gunst van Allah Azza wa Jal. Het is de bedoeling dat men tijdens de sa'i, dus tijdens die 7 keer heen en weer, dat men Allah Azza wa Jal herdenkt. Dat je dua doet voor jezelf, voor je familie, voor je geliefden. Degene die leven en degene die overleden zijn. Dat je Allah herdenkt, dat je Koran reciteert, dat je ad'iya doet. Kortom, het is een moment tussen jou en Allah Azza wa Jal, waarin jij Allah Azza wa Jal lofprijst en herdenkt. Dit is de heuvel van Marwa, dus dit is wat er van overgebleven is. Vroeger was dit een grote heuvel natuurlijk, maar de moskee is natuurlijk geleveld. De heuvel bevindt zich deels onder de grond. Dus dit is eigenlijk hetgeen wat overgebleven is van Marwa, de andere heuvel waarop Hajar alayhi salam stond toen zij dus water zocht voor haar zoon Ismail alayhi salam. En uiteindelijk was het Jibril alayhi salam. Allah stuurde Jibril naar aarde en Jibril prikte met zijn vleugels op de grond en toen verscheen de bron van Zemzem, de bron van water die tot de dag van vandaag nog steeds water geeft. En zoals jullie kunnen zien, miljoenen mensen over de hele wereld verrichten de sa'i tijdens de umra en ook tijdens de hajj. En had Hajar alayhi salam ooit gedacht dat op een dag miljoenen mensen over de hele wereld hier naartoe zouden komen om in haar voetsporen te treden en om van Safa naar Marwa te lopen in haar voetsporen. Dit had zij nooit gedacht en dit is de eer en dit is de gunst die Allah Azza wa Jal heeft gegeven aan onze moeder Hajar alayhi salam voor de beproeving waar zij mee te kampen had en het antwoord wat zij daarop had. Zij was namelijk geduldig en uiteindelijk heeft Allah haar geëerd en tot de dag van vandaag en tot de dag des oordeels lopen de mensen hier tussen deze twee heuvels in haar voetsporen. Mogen Allah Azza wa Jal haar genadig zijn en onze vrouwen in haar voetsporen doen treden. Ik loop nu de moskee uit, want mijn umra is bijna compleet. Er is nog één iets wat ik moet doen. Dat is voor zowel de mannen als de vrouwen. Dat is namelijk het knippen van haar. Ofwel scheren, het compleet kaal scheren. Dat is de sunnah van de profeet Al-Sem, waar heel veel beloning bij komt kijken. En wanneer iemand dat niet wenst, dan is er ook nog de optie om je haar te trimmen. Dus dat is pas hetgeen wat de umra tot een einde brengt. En voor de vrouwen is het zo dat zij naar de hotelkamer kunnen gaan of naar het huis waar ze verblijven. Om in ieder geval een plek waar ze in alle rust, in privacy, een stukje haar kunnen afknippen. Met de lengte van een vingertop. En dan is de umra compleet. Dus ik ben nu de moskee uitgelopen. Althans het gedeelte waar ik de sa'i heb verricht. En ik loop nu weg om het laatste deel van mijn umra compleet te maken. Dat is namelijk het knippen van het haar. En dat is pas hetgeen wat een einde brengt aan de umra. En mijn ihram status tot een einde brengt. Wanneer het haar geknipt is, dan pas is men uit zijn ihram status en keert men weer terug naar het normale leven, om het zo te noemen. Dus wees altijd op je hoede. Wanneer het haar nog niet geknipt is, ben je officieel nog in staat van ihram. En alle regels die daarbij komen kijken, zijn dan nog steeds geldig. Alhamdulillah. Pizza, noem het maar op. En wanneer je in een land bent als Saoedië, dan wil je natuurlijk ook de lokale tradities wil je proeven. En dat is in dit geval kamelenvlees. Nou, dat is mashallah, een traditionele restaurant, zoals jullie kunnen zien, mashallah. Prachtig. De mensen hier eten gewoon op de grond, dus geen stoelen of tafels. De traditie hier is op de grond eten. Iets waar ik ook een fan van ben, lekker op de grond eten. En wat gaan we eten met onze geliefde Ach Abdullah? We zijn hier namens Mekka en Medina reizen. Mashallah. Shof, Allah me werk. Tamrit. Hamrit. Rmaak, rmaak. Rmaak. Het is kamelenvlees. Kamelenvlees met rmaak op zijn Marokkaans. Het is soep. Kamelensoep. Kamelensoep, ja. Mashallah. Nou, dit is kamelenvlees met rijst. Rijst heet het. Ah, mashallah. En een traditionele brood. Ja, we gaan proeven, Sayyid Abdullah. Bismillah. Oh, bismillah. Kijk, dit is voor mij de eerste keer dat ik Zal dit ik, eet. Zal ik jou filmen? Ja, doe maar. Ja. Zo. Bismillah. Mashallah. Ga je eerst de soepje drinken? Ik begin bij de soep, ja. Dan hebben we gelijk een idee van... Bismillah. Bismillah. Hij is niet verkeerd, moet ik zeggen.
Ik had zo'n sterke smaak voor wat kameel, maar alhamdulillah, dat is niet verkeerd. Waar begint de Marokkaan? Met de Lemraq of? De Marokkaan begint met Remaq. Dus we gaan beginnen met Remaq. Daarna gaan we naar de rest. Bismillah. Dit is kamelenvlees, dus kamelenvlees met kamelenjus, zoals we dat op het Nederlands zeggen. Ja, een beetje vlees, bismillah. Nou, ik ben benieuwd. Ik zeg eerlijk, goeie Abdullah. Is lekker. Wallahi, is lekker, man. Wallahi, is lekker. Allahu akbar. Wallahi, toen ik hoorde kamelenvlees, dacht ik misschien zo'n sterke smaak, weet je wel. Net als tsa en zo. Maar het is gewoon is een soort van shawarma smaak. Jongen, die saus er nu erop van dit en dan kun je dat drinken. Dit is, kijk. Hoe wil je zonder saus eerst? Nee. Oh, deze saus is lekker, heb je eerder gegeten volgens mij. Ja. Inshallah, ja, deze heb je eerder gegeten. Vis volgens mij. Oké, rijst. Is dat niet die mendi rijst, deze of niet? Ja, zoiets. Mashallah. Shuf. Mashallah, tabarakallah. Wa anna bi ni'mati rabbika. Rahadith. Bismillah. Wa aidi vlees bij. Ja. Wallah, is echt lekker, mashallah. Bismillah. Hele stuk vlees. Is niks overgebleven. Broeders, zusters, als jullie in Mekka of Medina zijn, kamelenvlees eten. Wallah, dat is lekker, echt lekker. Dus alhamdulillah. Dan moeten ze wel met ons komen, dan blijven we hier. Onze, ja, je moet wel naar een goede plek. Je wil niet dat je dat je kamelenvlees gaat eten en dat je uiteindelijk op de hotel zit de rest van jouw verblijf hier. Dus kom met ons mee en we brengen jou naar deze plek, inshallah. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah. Ik ben hier op een hele bijzondere plek, ongeveer 1 kilometer van Masjid al-Haram. Namelijk de begraafplaats van Mu'alla, Jannat Mu'alla. Dit is de begraafplaats waar Khadija radiyallahu anha ligt begraven. Dit is de begraafplaats waar onze moeder, de vrouw van het paradijs, een van de vrouwen van het paradijs, de eerste vrouw van de profeet a.s., die ligt hier begraven. Nou, jullie kunnen hier door de raam zien. Daar is het graf van Khadija radiyallahu anha. En daar liggen ook twee kinderen van de profeet a.s. begraven, namelijk Qasim en Abdullah. De zonen van de profeet a.s. die op zeer jonge leeftijd zijn gestorven. Dus Khadija ligt daar begraven, daar. En de twee zonen van de profeet a.s., Qasim en Abdullah. De begraafplaats hier is een bijzondere. Want hier liggen namelijk ook een aantal familieleden van de profeet a.s. begraven. Waaronder zijn oom, die zijn steun en toeverlaat was. Dat was Abu Talib, die uiteindelijk helaas als niet-moslim is gestorven. En ook Abdul Muttalib, zijn grootvader, die ligt hier ook begraven op deze begraafplaats. Deze begraafplaats heeft er heel anders uitgezien in het verleden. In het verleden heeft deze begraafplaats er heel anders uitgezien. Want op deze plek waar ik nu sta, hier stonden namelijk enorme tombes. Die waren gebouwd over de graven heen. Daar zien jullie de kloktoren en daar ligt ook Masjid al-Haram. Dus het is niet een hele grote eind van de moskee. Het is ongeveer een kilometer of twee max vanaf al-Haram. En hier stonden dus enorme tombes zoals ik net al benoemde. En zoals jullie kunnen zien, die graven die er nu liggen, die worden gemarkeerd met stenen. En er is helemaal niks wat eigenlijk vertelt dat hier onder andere Khadija of andere grote persoonlijkheden uit de islamitische geschiedenis begraven liggen. Omdat de Saud-familie, toen zij dus aan de macht kwamen, Ibn Saud, toen hebben ze deze begraafplaats hebben ze vrijwel met de grond gelijk gemaakt. Omdat hier op deze plek allerlei mensen kwamen om deze graven te verheerlijken. Mensen kwamen hier om de graven te aanbidden en dat soort taferelen. Toen hebben ze ervoor gekozen om die tombes te verwijderen en er een hele simpele begraafplaats van te maken, zoals jullie hier kunnen zien. Een steen die gewoon op een stuk zand ligt, dat is het enige wat men herinnert aan een graf. Dus al die tombes die hier stonden, die zijn allemaal gesloopt door de Ibn Saud nadat zij dit gebied overnamen. Hetzelfde werd ook gedaan in Al-Medina bij de begraafplaats van Al-Baqi'. En zo ziet het er vandaag uit. Dus hier ligt Umm al-Mu'minin, een van de vrouwen van het paradijs, Khadija radiyallahu anha, ligt op deze plek hier begraven. Omdat zij kwam te overlijden voor de hijra. Dus zij is ook een van de enigste samen met Maymuna die niet in Medina zijn begraven.
Nou, ik heb jullie net laten zien waar Khadija radiallahu anha is begraven. Dat is best wel dichtbij de moskee, dichtbij Masjid al-Haram. Nou, ik sta hier op een plek waar een andere van de al-Mu'minin is begraven. Dat is namelijk Maymuna radiallahu anha. De plek waar ik nu naartoe wijs, dat witte gebouw daar aan de overkant van de weg, is een muur. Het is omheind en binnen die muren bevindt zich het graf van Maymuna radiallahu anha. Het is een bijzondere plek, een aparte plek eigenlijk, wanneer we het door de lens van vandaag de dag bekijken. Want hier staat een snelweg, dit is de Hijra-weg, die gaat naar Medina. En deze plek bevindt zich ook echt aan de rand van Mekka, dus ongeveer, ik denk zo'n 15 tot 20 kilometer vanaf de moskee van Al-Haram. Dus het is een hele afgelegen plek. Maar vroeger was dit gewoon een dorpje eigenlijk, een plek aan de rand van Mekka. Maar tegenwoordig door de bouw, doordat Mekka zo gegroeid is, is het een onderdeel geworden van een woonwijk en er is een snelweg naast gelegd. Ik vind het zelf een hele aparte plek voor een begraafplaats. Ik vraag me ook af, had die snelweg hier ook echt zo gebouwd moeten worden op deze plek waar Maymuna radiallahu anha is begraven. Dit is ook tevens de plek waar zij trouwde met de profeet alayhissalam. Dus het bijzondere aan deze plek is, het is de plek waar zij trouwde met de profeet alayhissalam. En ook waar zij uiteindelijk werd begraven radiallahu anha. En jullie zien de moskee daar verschijnen, die minaret en de koepel. En daar zien jullie, mashallah, tabarakallah, de kloktoren en Masjid al-Haram, een van de minaretten van Masjid al-Haram. Ik ben op weg naar die moskee daar, want die moskee heeft een historische waarde. Het is een van de oudste moskeeën hier in Mekka, in de zin van dat het een plek van aanbidding is. Het huidige gebouw wat jullie nu zien daar, dat is natuurlijk niet heel erg oud. Dat kan je ook zien aan de bouw en de architectuur. En sterker nog, de moskee die jullie nu zien, lag vroeger ondergronds. Er was vroeger een ondergrondse moskee hier. En deze moskee, subhanallah, heet Masjid al-Jin. De moskee van de Jin. Waarom heet het de moskee van de Jin? Omdat de profeet, alayhi salam, en het is overgeleverd door Abdullah ibn Saud, radiyallahu anhu. Hij zegt namelijk dat op een dag de profeet, alayhi salam, naar ons toe kwam en tegen ons zei: wie van jullie wil de Jin zien? Wie van jullie wil de Jin zien? En hij zegt vervolgens Abdullah ibn Saud radiallahu anhu dat niemand eigenlijk daar op inging behalve ik. En hij ging mee met de profeet alayhi salam naar deze plek. En de profeet die zei eigenlijk tegen hem van: je gaat de djinn ontmoeten. Want zoals jullie waarschijnlijk ook weten, de djinn kan je niet zien. De djinn is voor ons niet te zien. Al kan een djinn een gedaante aannemen, maar in principe kunnen wij de djinn niet zien. Dus de profeet liet Abdullah ibn Saud die dag de djinn zien. En hij beschrijft dat op deze plek. Gebeurde dat allemaal hier bij Masjid al-Jin. Abdullah ibn Saud zegt vervolgens, de profeet alayhissalam, die met zijn voet maakte hij een soort cirkel eigenlijk, een soort cirkel. En vervolgens zegt hij tegen mij, ga in die cirkel staan. En vervolgens, wat gebeurt er daarna? Hij zegt, ik zie op een gegeven moment de djinn komen uit alle uithoeken. En het waren er zoveel, djinn, dat ik subhanallah niet meer kon kijken, behalve dat ik djinn zag. En hier zien jullie Masjid al-Jin. Ik ga even de mannen gedeelte binnen. Dit is een mannen- en een vrouwen gedeelte. De vroegere moskee, wat ik net aangaf, die lag onder de grond. Oh, de moskee is dicht, spannend. De moskee is dicht, maakt niet uit. Ik kan het van buiten laten zien. Even kijken. Want het gaat om het gebouw zelf. Binnen, gewoon een minbar. Het is op zich niet heel oud of zo, want het was gebouwd in de 19e eeuw volgens mij. Dus Abdullah ibn Saud radiallahu anhu zegt dat vervolgens dat de djinn aankwamen. En de djinn waren gekomen voor wat? Zij waren gekomen om wat? Zij waren gekomen om de Koran te horen van de profeet alayhi salatu wa salam. Zij kwamen dus. Een al-makan rijal ya akhi. ولكن الى النساء غير النساء بارك الله dus vervolgens hoorde de djinn, hier op deze plek hoorde zij de Koran van de profeet alayhi salatu wassalam. En deze moskee heeft ook een tweede naam, niet alleen maar Masjid al-Jin, maar ook Masjid al-Bay'a. Want er wordt gezegd dat hier
de djinn die gaven hun bay'a aan de profeet alayhi salatu wassalam. Dus ze gaven hun eed van trouw aan de profeet alayhi salatu wassalam, dat zij de Koran hadden gehoord. Dus deze moskee is de plek die ook in heel veel boeken, Ibn Kathir vermeldt dat in zijn tafsir, Ibn Kathir vermeldt het hele incident ook. Is overgeleverd door Abdullah ibn Saud onder andere. Er zijn verschillende overleveringen. Maar dit is de plek waar de profeet alayhi salam de Koran reciteerde, waar de djinn dus de Koran hoorde van de profeet alayhi salatu wassalam. Masjid al-Jinn hier in de buurt van Masjid al-Haram in Mekka. Historische plek hier in Mekka, Mukarrama, is het gebouw waar ik nu naartoe ga lopen. Al moet ik zeggen dat het niet helemaal zeker is of dat het echt zo is, maar er zijn een aantal bronnen die aangeven dat deze plek hier... Nou, dit gebouw hier voor mij, dat crèmekleurige gele gebouw, daar zou volgens een aantal historische verhalen, zou hier het huis hebben gestaan van de profeet alayhi salatu wassalam. Dus zoals jullie waarschijnlijk ook allemaal weten, de profeet alayhi salatu wassalam werd geboren in welk jaar? Het jaar van de olifant. En hier kwam hij dus tot geboorte. Dat is wat men dus zegt en dit is ook te zien in sommige historische boeken. Die beschrijven welke plekken in Mekka dus terug te leiden zijn naar de sira van de profeet alayhi salatu wassalam. Vandaag is het een bibliotheek. Het is een bibliotheek. Bibliotheek Mekka. Maktaba Mekka. En is er eigenlijk weinig meer terug te zien wat oud is. Het is gewoon redelijk een nieuw gebouw zoals jullie kunnen zien. Het is dus Maktaba Mekka al-Mukarrama. Dus hier zou dan het huis hebben gestaan. Dus dat is één kant van het verhaal. Maar er is ook een andere kant van het verhaal, dat wil ik jullie ook meegeven. Dat is het gedeelte van het verhaal wat ook te lezen en te zien is hier op de borden die zijn aangebracht op dit gebouw. Namelijk borden die zijn aangebracht door de lokale autoriteiten, waarin zij dus zeggen dat er niet authentiek is vastgesteld dat dit de plek is waar de profeet alayhi salatu wassalam dus is geboren. Zij zeggen dat het niet authentiek is vastgesteld dat dit de plek is waar de profeet alayhi salam is geboren. En deze borden zijn hier aangebracht met teksten in het Arabisch, in het Engels, in het Urdu. Omdat de meeste mensen die de Mekka bezoeken, die komen uit die landen. En hier zie je ook een aantal foto's van een aantal zaken die hier dus hebben plaatsgevonden bij dit gebouw. Namelijk mensen die hier knielen, die hier bidden, mensen die op de muren schrijven. Mensen die hier speciaal naartoe komen om allerlei daden van aanbidding te verrichten, zoals het aanraken van de muren in de hoop om daarmee zegeningen te krijgen, etcetera, etcetera. En er staat hier dus ook op dat dit fouten zijn die worden gemaakt door de pelgrims. En het doel dus van deze borden is om de mensen dus uit te leggen dat er niet authentiek is vastgesteld dat dit inderdaad het huis is. En zelfs als dat het geval is, zegt men hier dat het niet toegestaan is om op deze plek dus op de muren te schrijven of de muren aan te raken of om hier specifiek te bidden. Omdat allemaal zaken zijn die niet zijn voorgeschreven in de sharia en die ook niet zijn gedaan door de sahaba radiyallahu anhum en de vrome voorgangers. Dus er wordt dus gezegd dat dit de plek is waar de profeet alayhi salam is geboren. Dat wordt dus in sommige boeken en sommige plattegronden benoemd. Maar nogmaals, de lokale autoriteiten geven aan dat dat niet is authentiek, dat dat niet authentiek is vastgesteld. En die hebben hun vraagtekens dus hierbij en waarschuwen de mensen tegen de zaken die net op de muren zijn aangebracht. Dat is dus ook een museum. Maar Jebel Thawr, die jullie hier kunnen zien, Jebel Thawr, dat is hoe de berg heet. Deze berg is heel belangrijk geweest in onze geschiedenis en in de sira van de profeet alayhi salatu wassalam. Want het was hier dat hij verstopte met Abu Bakr radiyallahu anhu. Toen hij achterna werd gezeten door de mushrikeen van Quraysh. Toen verstopte de profeet alayhi salatu wassalam daar in de grot. Drie dagen en nachten verstopte zij in die grot. Toen de mushrikeen hun achterna zaten. En subhanallah, hoe hebben de profeet alayhi salam en Abu Bakr radiyallahu anhu, hoe hebben zij dit overleefd, subhanallah? Dat is mede mogelijk gemaakt door de kinderen van As-Siddiq radiyallahu anhu. Namelijk, een van de kinderen van As-Siddiq radiyallahu anhu, dat was Esma, Esma bint Abu Bakr. Zij was hoogzwanger toen de profeet en haar vader hijra deden, subhanallah.
En ondanks haar fysieke gesteldheid, want zij was hoogzwanger, van wie? Zij was zwanger van Abdullah radiyallahu anhu, de metgezel Abdullah ibn Zubair. En Abdullah ibn Zubair is ook het eerste kindje wat werd geboren in Medina. Nadat de moslims hijra deden naar Medina, de muhajirin. Een hele lange tijd kwam er geen kind op aarde onder de muhajirin. En de joden van Medina begonnen ook de moslims soort van te bespotten daarmee. Van er is een soort van vloek gaande, et cetera, want ze krijgen geen kinderen. En uiteindelijk, subhanallah, werd de umma in Medina verblijd met de geboorte van Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. En Asma bracht dus, ondanks haar zwangere toestand, bracht zij helemaal vanuit Mekka. Mekka ligt helemaal achter deze berg. Bracht zij, op die toestand bracht zij voedsel hier naartoe, naar haar vader en de profeet alayhi salam. En een andere zoon van Abu Bakr die bracht informatie. En een andere zoon, of een schapenherder, een bediende van Abu Bakr, Ibn Fuhayra, die kwam hier naartoe met zijn schapen naar deze plek hier. En hij zorgde ervoor dat de voetstappen, middels die schapen die dat grond betraden, zorgde hij ervoor dat de voetstappen werden bedekt, waardoor de mushrikeen de profeet alayhissalam en Abu Bakr niet konden vinden. Dus dat vond hier allemaal plaats, hier op deze berg, de berg van Thawr, waar de profeet alayhissalam verbleef 3 nachten en dagen met Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Dus dit is een hele bijzondere plek. Helaas kan ik... MashaAllah. Saoedië is natuurlijk ook een land van kamelen. Dus een bezoek aan Saoedië betekent ook altijd een bezoek aan kamelen. En hier zien jullie een aantal kamelen. MashaAllah, dit is een kamelenboerderij. Waar men onder andere kamelenmelk produceert. Waarom is dit zo interessant om even te vermelden? Je zou je kunnen afvragen van ja, leuk, de kamelen, ik heb eerder kamelen gezien. Kamelen zijn hele belangrijke dieren geweest in onze geschiedenis. Want het waren de kamelen, subhanallah, die ervoor hebben gezorgd dat de moslims duizenden kilometers hebben kunnen afleggen door de tijd heen om de islam te verspreiden. De profeet alayhissalam had ook een kameel. De sahaba radiyallahu hadden ook kamelen. Kamelen werden gebruikt voor transport natuurlijk, het vervoeren van goederen, het vervoeren van soldaten en wapentuig, het vervoeren van mensen. Dat was in die tijd transport nummer 1, dat waren kamelen. MashaAllah. En subhanallah, die kamelen zijn heel erg van bijzondere dieren. Ze hebben weinig aandacht nodig. Sommige dieren moet je echt verzorgen, die moet je echt tijd geven en aandacht en speciale voedsel, noem het maar op. Kamelen daarentegen, subhanallah, zijn heel erg makkelijk. Maar wat je ervoor terugkrijgt is enorm veel. Hetzelfde eigenlijk ook met een ezel, dat is ook een bijzonder dier. Want je geeft ze heel weinig, maar je krijgt er enorm veel terug. Ze kunnen heel veel reizen, ze kunnen heel lang zonder water. En een belangrijke gebeurtenis uit onze geschiedenis is hetgeen wat gebeurd is met Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu en het leger van de moslims heeft ook te maken met kamelen. Namelijk, toen de moslims verbleven in Irak tijdens de futuhat, was een ander leger was actief in Sham, het huidige Syrië. Die was daar weer bezig om het verspreiden, met het verspreiden van de islam. En de moslims in Sham hadden problemen, want ze hadden een leger nodig, versterkingen nodig, om de Romeinen te kunnen weerstaan. En Abu Bakr radiyallahu anhu, het was het tijdperk van Abu Bakr radiyallahu anhu. En Abu Bakr radiyallahu anhu stuurde een bericht naar Irak, naar Khalid ibn al-Walid die daar toen actief was. Met een SOS bericht van ga direct naar Sham, want het leger van de moslims daar onder leiding van Abu Ubaida radiyallahu anhu en onder leiding van andere commandanten zoals Yazid ibn Abi Sufyan en anderen. Die waren in de knel, dus Khalid ibn Walid moest een manier verzinnen om heel snel vanuit Irak naar Sham te geraken om de moslims daar eigenlijk te redden. En uiteindelijk, subhanallah, wat deden de moslims? De kamelen, jullie zien hier, subhanallah, de kameel heeft een goede inhoud qua het water wat hij zeg maar kan consumeren. En subhanallah, Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, die vulde een aantal kamelen met water en hij maakte hun mond dicht met een soort touw eigenlijk, waardoor zij niet konden, het water bleef op die manier behouden in de ingewanden of de maag van deze kamelen.
En uiteindelijk, toen de moslims halverwege waren, want ze moesten door de woestijn heen, en door de woestijn heen heb je water nodig, en er was geen waterbron op die plek. Dus de moslims, subhanallah, die moesten uiteindelijk die kamelen die ze hadden meegenomen, moesten zij offeren. Dus het vlees aten ze, en het water wat zich bevond in hun magen, dat dronken zij. Want het water bleef gewoon bewaard en zij konden dat later drinken. En op die manier kon Khalid ibn Walid in recordtijd, kon hij oversteken, de woestijn van Irak naar het huidige Sham, Filistijn, kon hij oversteken op die manier, middels deze kamelen, subhanallah. Nadat ik de kamelen bezocht, trok ik naar het dorpje Hodeybiyah. Dit is het dorpje Hodeybiyah. Hier loop ik tussen wat marktkraampjes. Er staat een moskee, Masjid al-Hodeybiyah, en wat ruïnes. En jullie zien daar ook op het bord staan Sulh al-Hodeybiyah, want dit is namelijk de plek waar de moslims onder leiding van de profeet alayhissalam een verdrag sloten met de mushrikien van Mekka, namelijk het verdrag van al-Hodeybiyah, hier op deze plek. Hier tussen deze ruïnes kampeerde de profeet alayhissalam in het jaar 6 van de hijra. Hij was namelijk vanuit Medina vertrokken naar Mekka omdat hij had gedroomd dat hij tawaf deed rondom de Kaaba. En hij trok daarom met zijn volgelingen vreedzaam naar Mekka met als doel en intentie om tawaf te doen rondom de Kaaba. En dit was nog steeds een hele moeilijke situatie voor de moslims, want de veldslag van Badr was geweest. De veldslag van Uhud had plaatsgevonden en ook de veldslag van Al-Khandaq had plaatsgevonden. Dus de moslims waren nog steeds heel erg bedreigd. Zij werden bedreigd door de heidenen en zij waren nog steeds niet degene die de macht hadden over Mekka of over delen van het Arabische Schiereiland. Dus zij waren nog steeds eigenlijk een zwakke minderheid in het Arabische Schiereiland. Dus de moslims die trokken naar Mekka met als intentie om de tawaf te doen. En zij werden tegengehouden door de mushrikin, die zeiden van jullie komen niet binnen, jullie mogen niet de tawaf doen hier in Mekka. En de profeet alayhissalam die kampeerde hier op deze plek. En hij stuurde Uthman ibn Affan radiallahu anhu, stuurde hij naar de mushrikin om met hun te onderhandelen en hun te vertellen dat de moslims kwamen in vrede om enkel de tawaf te doen. Ze hadden ook geen wapens bij zich. En Uthman die kwam maar niet terug, waardoor de profeet en zijn volgelingen dachten dat Uthman iets werd aangedaan. En de profeet vroeg in deze spannende, grimmige situatie, vroeg hij de metgezellen om de eed van trouw opnieuw aan hem te zweren. En hier op deze plek stond de boom van Ridwan. En hier vroeg de profeet alayhissalam om de bay'a van Ridwan. En dit is de plek dus waar een groot aantal metgezellen de bay'a van Ridwan gaven aan de profeet alayhissalam, waarin zij zworen dat ze de profeet zouden verdedigen en tot de dood zouden vechten voor de islam en de profeet alayhissalam. Wat gebeurde er daarna? Er ontstond op een gegeven moment een onderhandeling tussen de moslims en de mushrikinen, want het was een hele grimmige situatie. Uthman bleek uiteindelijk toch niet iets aangedaan te zijn, hij leefde gewoon. En er ontstond dus een padstelling en er werd onderhandeld. Suhail ibn Amr was de afgezant van de Quraysh. En hij onderhandelde met de profeet alayhissalam. En er werd een verdrag afgesloten die 10 jaar zou duren. Of 10 jaar zou moeten duren. Maar het verdrag werd helaas na 2 jaar al door de mushrikien geschonden. Waarna de profeet alayhissalam met de metgezellen trok naar Mekka en Mekka innam. Want de moslims hebben in de tussentijd veel da'wah kunnen doen. Want zij kregen namelijk de vrijheid om da'wah te doen. Om de mensen uit te nodigen tot de islam. Om allianties te sluiten met de Arabische stammen. En het sterkste was dat de moslims nu waren erkend als een politieke macht. De profeet werd gezien als een staatshoofd en de moslims werden gezien als een politieke macht. Waardoor enorm veel mensen moslims werden. En zodoende hebben in die 2 jaar tijd enorm veel mensen de islam omarmd. Waardoor de profeet alayhissalam Mekka kon binnentreden met 10.000 mensen. Tijdens Fath Mekka. Dus het verdrag van al-Hudaybiyah heeft heel goed uitgepakt voor de moslims. Het leek heel erg nadelig, maar uiteindelijk was het een van de grote gunsten die Allah de moslims gaf, waardoor de islam en de moslims konden groeien en konden floreren. Deze vlog werd mede mogelijk gemaakt door Mekka en Medina Reizen, uw reisbureau voor reizen naar Mekka, Medina, Masjid al-Aqsa en Al-Andalus.